Hoi, ik ben Marlijn Twaalfhoven en samen met een heel netwerk van anderen werk ik aan de toekomstverkiezing. Dat wordt een manier om eigenlijk de stem van zij die nog niet mogen stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, dus jongeren, kinderen en ook toekomstige generaties, om die stem eigenlijk te vertegenwoordigen. Die stem hoorbaar te maken. Want die gemeenteraadsverkiezingen die gaan vaak ook over allemaal dingen die helemaal niet zo interessant zijn voor jonge mensen. Die spelen vaak op de korte termijn, gaan vaak over boel problemen en gedoe die we misschien over een paar jaar alweer lang vergeten zijn. Tegelijkertijd wordt nu de beslissingen van ons, van hier, zijn van een ongelooflijk groot belang voor de toekomstige wereld. Voor die wereld in 2050. De problemen die er dan kunnen zijn, zijn misschien wel immens als wij nu niet kunnen veranderen. Als we nu niet in actie komen. Nou, en daarom organiseren we de toekomstverkiezing. Eigenlijk zijn twee dingen belangrijk. Want die toekomst die moeten we ons wel voor kunnen stellen. Dus daar hebben we verbeeldingskracht voor nodig. Dus hoe stel je een goede wereld voor? Maar aan de andere kant is het eigenlijk ook heel erg belangrijk om goed te kijken en te luisteren wat er nu al is, wat eigenlijk past in een goede wereld, in een goede toekomst. Ik geloof dat die goede toekomst al begonnen is, maar nog lang niet overal. Er zijn misschien ideeën, eilandjes van een goede wereld, maar het is nog niet normaal. Het is nog een uitzondering. Nou, in de toekomstverkiezing gaan we eerst luisteren. We gaan de vraag stellen, wat is een goede wereld? Daarmee beginnen we eigenlijk heel simpel. Je eigen omgeving. Wat is er mooi? Wat is er gaaf aan deze plek? En hoe kunnen we dat mooier laten worden? Of laten groeien of versterken? Nou, die vraag levert verhalen op. En uit die verhalen gaan we weer kijken van, oh, wat is er allemaal, wat voor belangrijke dingen noemen mensen, waar worden mensen blij van en hoe kunnen we daar toekomstbeelden rondom creëren. Nou, die toekomstbeelden die gaan we dan gewoon mensen op laten stemmen rondom 16 maart. Dus tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, ook de toekomstverkiezing die we zelf organiseren. Maar de uitslag die leggen we voor aan de gemeenteraad. En we gaan op dat moment ook echt claimen dat zij niet alleen met hun korte termijn belang bezig zijn, maar ook in ieder geval eens per maand openstaan voor het gesprek over een goede wereld in de toekomst. Het toekomstberaad. Maar goed, daarover later meer. In ieder geval hoop ik dat jullie mee kunnen doen. In kleine vorm of in zo'n grote vorm. Misschien een keer in één uur of betrokken kunnen zijn. Er zijn verschillende vormen. Ik hoop van je te horen.